Welkom bij deze extra uitzending van TV Oost Sports. Want we gaan live voetbal laten zien vanaf Sportpark het Midden in Vriezenveen. Het oefenduel tussen Heracles Almelo en MSV Duisburg. Duisburg dus, een ploeg uit de derde Bundesliga. En een belangrijke test voor de ploeg van Heracles-trainer Frank Wormuth om te kijken hoe ze erop staan voordat op 13 september voor Heracles Almelo tegen ADO Den Haag de competitie gaat beginnen. We gaan deze wedstrijd bekijken en becommentariëren samen met onze huisanalist Jan van Sta. Jan, ook welkom hier. Dankjewel. Wat voor graadmeter gaat dit worden voor Heracles? Nou, ik denk dat het een pittig tegenstander gaat worden. En nou, wat ik hoop is dat Heracles ook de spelers wat langer laat staan hè, in de basisformatie. Ja, daar hoop ik toch in ieder geval een aardige wedstrijd te zien die met name richting toch de competitieniveau zal gaan. Want hoe belangrijk is het om nu al richting dat niveau te gaan? Nou ja, we hebben nu 2 weken en de vriendschappelijke wedstrijdjes die zijn allemaal al geweest tegen de wat mindere clubs. Maar je merkt wel bij spelers ook dat het spanningsveld wat groter gaat worden. Het wordt wat serieuzer en deze tegenstander is echt wel een serieuze tegenstander. Ja, derde Bundesliga. Hoe moeten we dat inschatten? Natuurlijk is Duitsland als voetballand en ook in omvang natuurlijk een stuk groter. Maar met name fysiek sterke ploegen vaak. Ja, nou wat we vaak merken is dat het tegenstanders zijn die ook echt voor de winst gaan. En ik heb wat andere uitslagen ook gekeken in de oefenpartijen die hier vanmiddag alweer gespeeld zijn. Ja, dat zijn echt serieuze tegenstanders, maar die moeten ook richting competitie werken. Maar ik weet wel met dit soort ploegen dat die niet een vriendschappelijk wedstrijdje spelen. Dus daarom verwacht ik er ook wat meer van. Ja, in de spits en ook in de basis bij MSV Duisburg, Vincent Vermeij. Deze wedstrijd zal wellicht een uitvloeisel zijn van het feit dat hij van Heracles die kant op is gegaan. Nou ja, het zou in de overeenkomst een keer meegenomen zijn. Maar aan de andere kant, voor die jongen hartstikke leuk om tegen zijn oude ploeg te spelen. Maar goed, hij zal zich ook waar moeten maken bij deze ploeg. Want het is een club met een heel grote historie, hè? Vergis je daar niet in. Ja, want volgens mij nog een van de oprichters van de Bundesliga, dat MSV Duisburg. Een hele rijke historie. Maar toch ook financiële problemen gekend in een iets verder verleden. Nou, en uiteindelijk zitten ze dus nu in de derde Bundesliga. Daar waar ze eigenlijk niet willen zijn. Hè. Die vinden zichzelf ook qua omvang en club en achterban wat groter. Ja, maar goed, kijk, dit soort ploegen die in het verleden op een heel hoog niveau hebben gespeeld in de Bundesliga, ook nog succesvol met topspelers. Nou, dan weet je ook dat ze daarna hunkeren. Nou, die ploeg is door allerlei bestuurlijke problemen teruggegaan naar dit niveau. Maar aan de andere kant, het is wel een behoorlijk niveau in Duitsland hoor, vergis je daar niet in. Ja, je zegt Heracles Almelo, want daar gaan we het nu weer even over hebben. Ja. Ze moeten nu echt langzaam naar het competitieniveau toe groeien. Maar heb je het idee dat deze selectie al helemaal rond is? Of voel je dat trainer Wormuth toch ook nog wel op een enkele positie naar de versterking kijkt? Nou ja, goed. Kijk, ze zijn natuurlijk heel veel kwijtgeraakt. Met name in creativiteit. Dat is duidelijk voor hun. Nou, dan moet je nieuwe mensen zoeken. Alleen, ja, die hoop je in het begin van de competitie al te verwelkomen. Maar nu ben je steeds bezig om te kijken van, nou, wat is er nog vrij? Wat zoek je nog? Wat is betaalbaar? Want uiteindelijk, daar gaat het vaak om. Maar ik denk dat Wormuth er nog best een creatieve middenvelder bij zou willen hebben. Een creatieve middenvelder, dat lijkt mij sowieso de eerste optie. Ja, het lijkt mij wel. Maar we hebben gezegd, hè, Mauro vorig jaar was een geweldige speler. Als je die kwijtraakt, dan zoek je daar een vervanger voor. Die zijn er niet 1, 2, 3, maar ik denk dat zijn voorkeur met name ook naar dat soort type spelers uitgaat. Ja, zo'n creatieve speler en dan is het kijken, zeker naar het einde van de transferwindow toe, om te kijken wat er links of rechts nog bij bijvoorbeeld een wat grotere club af gaat vallen. Ja, nou ja, goed, ze hebben al heel vaak, laten we zeggen, de scouting op orde. En dat hebben ze meestal ook nog in Duitsland wat onbekende spelers. Maar wil je in Nederland het volgende stapje maken, en dat willen ze ook graag, hè, ja, dan zou je toch wat kwaliteitsspelers erbij moeten halen. En grote clubs, ja, die hebben vaak wat meer keus. Maar dan is het wel lange wachten. En dat is voor de trainer heel vervelend. Ja, zeker ook als je wellicht nog met wat blessures te maken hebt. Ik sprak ook met de trainer van Heracles Almelo, Frank Wormuth. En vroeg hem als eerste of er ook voor deze wedstrijd tegen MSV Duisburg blessures zijn. Wir haben die sogenannte 2 angeschlagene Spieler, sagt man immer, also leicht verletzte Spieler. Marco Rente und Mats Knuster, die lassen wir zu Hause. Und Jeremy Saintje hat noch mit der Hand Probleme, aber wird nächste Woche dabei sein. Ja, aber keine großen Probleme? Nein, keine großen Probleme, toi toi toi. Hier in Vriezenveen bei DOS 37. Sie wollen auch auf diesen Rasen ein Testspiel machen? Ja und nein. Natürlich müssen wir immer zwischendurch auf dem Rasenblatt spielen, um uns auch ein bisschen daran zu gewöhnen. Duisburg wollte aber nicht auf dem Kunstrasen zu uns ins Stadion kommen. Dann haben wir gesagt, okay, was machen wir? Und hier an dieser Stelle muss ich einmal Danke sagen an DOS 37. Die haben hier uns die Möglichkeit gegeben. Die eigene Mannschaft hat bei uns jetzt gespielt heute Vormittag im Stadion. Und wir dürfen jetzt hierher kommen, um zu spielen. Das muss ich mal ein Kompliment machen. Das ist eine gute Zusammenarbeit. Vielen Dank. Und wir nutzen diese Möglichkeit jetzt, um gegen Duisburg zu testen. Ja, die großen Spiele in 2 Wochen. Müssen Sie fertig sein mit Heracles? Sind Sie dann auch fertig? Also das Fertigsein, da bin ich immer Freund von. Wir müssen gleich in die Saison rein und da geht man sicherlich nicht mit 100% rein. Weil es ist was anderes, ob man ein Vorbereitungsspiel macht oder dann wirklich gegen ADO oder Feyenoord gleich im Wettkampf spielt. Deswegen bin ich ein Freund von, warten wir mal die ersten 3, 4, 5 Spiele ab, um dann zu sehen, wo wir stehen. Aber Sie haben recht, das erste Spiel gegen ADO muss gewonnen werden, selbstverständlich. Aber muss nicht jedes Spiel auch gewonnen werden. Nur ADO ist natürlich zu Hause bei uns auf gleichem Niveau und deswegen wollen wir natürlich auch 3 Punkte haben. Deswegen müssen wir diese Spieler auf diesem Tag X natürlich hundertprozentig hinbekommen. Aber das ist, wie gesagt, schwierig, weil sie in der Wettkampfphase noch nicht waren. Gegen MSV Duisburg, das war 3. Bundesliga. Sie sind ein deutscher Trainer. Was können Sie sagen über das Niveau von die 3. Bundesliga und MSV Duisburg? Unter normalen Umständen, also in einem Wettkampfspiel, jetzt nicht in einem Freundschaftsspiel oder einem Vorbereitungsspiel, lebt Duisburg natürlich auch von der Qualität des Kampfes. Das ist so typisch deutsch. Das ist der Unterschied. In Deutschland wird insbesondere in der 3., aber auch in der 2. Liga der Fußball gekämpft und weniger so gespielt. Aber die können auch Fußball spielen natürlich. Aber sie kommen über den Kampf zum Spiel. Und daran haben wir uns, Heracles Almelo, aber in den letzten 2,5 Jahren daran gewöhnt, weil wir sehr oft Spiele gegen deutsche Mannschaften gemacht haben, weil das auch ein Vorbild ist, über den Kampf zum Spiel zu finden. Und auch ein Wiedersehen mit Vincent Vermeij. Ja, wir haben gerade miteinander gesprochen. Er spricht hervorragend Deutsch. Also man kann sehen, dass auch Niederländer Deutsch lernen können, wenn sie ein Jahr in Deutschland leben. Viel Erfolg und Dankeschön. Danke auch. Aldus trainer Frank Wormuth van Heracles Almelo voorafgaand aan deze wedstrijd die je dus live kunt gaan volgen bij TVO's. Heracles Almelo natuurlijk in de traditionele zwart-witte shirts. Met een opstelling waarin we kunnen melden dat Tim Breukers zal spelen. De aanvoerder Giacomo Quagliata die in de winter uit Italië werd opgehaald. Robin Pröpper. Kiomourtzoglou zal ook in de eerste helft zeker gaan spelen. Sinan Bakış, Rai Vloet, Sylvester van der Water, Luca de la Torre. Michael Brouwer, die zal het doel gaan verdedigen. Jeff Hardeveld en Delano Burgzorg, die dan ook voor de nodige creativiteit moet zorgen. U ziet hem hier met nummer 37. En dan de gasten uit Duisburg, MSV Duisburg. Met hier de opstelling en in de spits ziet u daar Vincent Vermeij. Speelde dus bij Heracles Almelo, werd verhuurd aan Den Bosch en heeft nu dus onderdak gevonden in de 3e Bundesliga bij MSV Duisburg. Hier ziet u hem. Wedstrijd onder leiding van Richard Makkinga. Op het veld van DOS 37, een natuurveld dus. En dat op verzoek van de gasten uit Duisburg. Die in de 3e Bundesliga nog lang mee hebben gedaan om promotie naar de 2e Bundesliga. Maar dat is uiteindelijk toch niet gelukt. Roemrug verleden natuurlijk. Terwijl Duisburg heeft afgetrapt. De ploeg. Spelen dus in de felgele shirts. Heracles Almelo speelde afgelopen week dinsdag nog een oefenduel in het eigen stadion tegen Telstar. Won toen vrij simpel van de eerste divisionist met 4-0. De eerste aanval gaat er aankomen en ook al direct een aardige kans voor Vincent Vermeij. En zo zijn ook de bedoelingen van de Duitsers, die dus vooral gewoon werklust moesten hebben, wel duidelijk. De volgende kans lijkt aanstaande. Bal terugleggen en het schot over van Maximilian Sauer. Ja, ik had al gezegd, hè, die gaan echt niet alleen maar vriendschappelijk spelen. Die gaan echt om te winnen. Ja, de intentie, als je ziet, na 1 minuut al twee hele grote kansen gehad. Dus wat dat betreft zien we wel een aardige tegenstander nu. Bal in de richting van de rechterkant wordt in eerste instantie opgevangen door Duisburg. En dit is een overtreding. Op Arne Seuker. Gemaakt door Tim Breukers. Dominique Schmid. Volkmer, balverlies. Pröpper. Burgzorg was het doel. Maar die wordt niet helemaal bereikt. En zo ontstaat hier dus nog geen echte kans voor Heracles Almelo. Scepanik. Krepicki en daar Ahmet Engin. Maar dan kan Heracles weer overnemen. Pröpper. Kiomourtzoglou. Quagliata. Die voor de gelegenheid de aanvoerdersband mag dragen. Giacomo Quagliata, de Italiaanse verdediger. Hier in balbezit. Zoekend naar de afspeelmogelijkheid. Wordt uiteindelijk gevonden. Vrije trap Heracles. Sylvester van der Water. Die iets te veel op de huid werd gezeten. Breukers. En de inworp voor Heracles. Hier op het veld van DOS 37 op Sportpark het Midden. Waar buiten wat clubmensen en vertegenwoordigers en wissels geen publiek bij aanwezig is. Dit ja, het is omdat... een beetje aftasten nou, hè? Begin van de wedstrijd. Dat zie je ook, hè? Ja, moet toch even zoeken van hoe spelen ze nou. En dan is het lastig om, omdat je die tegenstander vaak niet kent, om daar weer een oplossing voor te bedenken. En Heracles normaal gesproken altijd aardig in de omschakeling. Maar ja, de Duitsers verrassen in ieder geval door een offensieve speelstijl tot nog toe. Inworp Heracles. Bal via Rudlin Fabian over de zijlijn. Vermeij. En dan moet Brouwer verder zijn goal uitkomen. Kies wordt dan niet bereikt. En dan kan Duisburg weer gaan opbouwen. Pröpper. En dit is geen probleem voor de goalie van Heracles. Het schot van Ahmet Engin. Ja, we hebben het wel eens vaak over dat, met name in de Bundesliga, dat de mensen een enorme trap in de benen hebben. Maar ja, dit was echt een rolletje voor deze keeper. Ja, daar hoeft hij niet zo echt voor te strekken, hè, voor dit soort momenten. Maar het is wel opvallend dat, dat die Duitsers zeg maar, met name ook in de omschakeling een hoog druk willen zetten. Dus ja, Heracles heeft een En toch wel een taaie tegenstander. Maar dat hadden we al gehoopt. In ieder geval dat je een behoorlijke oefenwedstrijd gaat zien nu. Een goede graadmeter in ieder geval met hier Burgzorg. En dan wat in het luchtledige geschoten. Door Quagliata. Zodat Duisburg over kan nemen. Normaliter spelend in blauw-witte shirts. Hebben ook al sinds jaar en dag de bijnaam de Zebra's. En daar waar nu Vincent Vermeij in de spitspositie speelt bij Duisburg, zagen we daar in een veel verder verleden onder meer Alfred Nijhuis nog staan. Die ook al furoren maakte bij bijvoorbeeld Borussia Dortmund. Duisburg wellicht, en dat is buitenspel. Van Ahmed Enzien. Een van de andere voorwaartsen van MSV Duisburg. Nou, de scheidsrechter gaat even wat plaggen aantrappen. Hij denkt, ja, voordat ik erin stap zometeen, dan fluit ik niet lang meer. Maar wat wel opvalt bij deze Duitse ploeg is dat ze met name veel fysiek hebben ook. Dus je ziet, er loopt bijna geen echte lichtgewicht bij. En ja, dan weet je ook in wat voor competitie ze uitkomen. Dat lijkt me ook vrij logisch. Dat heb je daar zeker nodig. Maar ja, het is echt wel een volwassen ploeg. Ook wel een beetje een keurmerk van die ploegen in zeker ook de tweede en derde Bundesliga. En deze man kan het keurig zien. Ja, je moet creatief zijn als je toch een glimp wilt opvangen van deze tussen aanhalingstekens geheime wedstrijd. Ja, die was heel geheim. Had hij dat gehuurd, dat ding? Pröpper met de lange bal. Opgevangen door Dominique Volkmer. En dan behoorlijk onbezuist van der Water. Geen schade, spel kan door, vrije trap genomen. Bakış jaagt af. Inworp Heracles Almelo. Dat de serie oefenwedstrijden in aanloop naar de nieuwe competitie begon met een wedstrijd tegen FC Groningen. Daar met 1-0 verloor. En daarna dus wat wisselende resultaten kende in de voorbereiding. Nou, dat de specialiteit nu van der Water. Die zou nou boven moeten komen. Bal linksboot en dan indraaien en dan lopende mensen. Dat zou toch geweldig zijn als ze daar nou eens een keer uit zouden kunnen scoren. Want ja, dan moeten toch wel eens een keer wat doelpunten vallen uit standaard situaties. Daar hebben ze hard op getraind, heb ik begrepen. Sylvester van der Water dus, met de vrije trap. En daar bijna de kopbal van Rai Vloet. 100% kans is dit, hè? Dit is gewoon geweldig aangesneden. Kijk, hier klopt alles, alleen ja, dat binnenkoppen. Maar hij laat hem een beetje schampen, een beetje langs de hoven acht kijken. Hij wil hem echt de hoek insturen. Had meer ingezeten. Doelman Weinkauf was eigenlijk al geklopt. En zo krijgt dus ook Heracles wel de mogelijkheden in de eerste 10 minuten van deze wedstrijd. Vermeij namens Duisburg. Openen op Burgzorg, dat is het doel, want daar ligt de ruimte aan de linkerkant. Delano Burgzorg. Moet het dan proberen met zijn creativiteit. Krijgt even weinig steun en loopt zich dan vast. Maar hij stelt dit aardig goed. Breukers naar Sylvester van der Water. Opvallend, Jan, dat inderdaad die Duitsers er eigenlijk van meet af aan kort op zitten. Ja, nee, maar goed, we hadden al een klein beetje voorspeld. Ik weet niet wanneer hun in de voorbereiding begonnen zijn. Maar je ziet ook dat ze fysiek in orde zijn. En ze proberen een bepaalde speelstijl en druk te zetten. Ja, dat valt niet mee. Maar dit is wel een ander niveau als waar Heracles tegen Telstar tegen speelde. En ze proberen het in ieder geval. En ja, Heracles moet wel proberen in een wat hoger tempo te spelen. Want het is nu wel heel veel terug en achteruit. Dat is jammer. Vloed naar Pröpper en dan toch weer terug. En deze bal bereikt niemand. Ja, de voorbereiding van Duisburg bestond onder meer uit een eigen toernooi. Was vorige week. Met legendeclubs, zoals ze dat zo mooi noemen. Daar clubs die een roemrijk verleden hebben in het Duitse, maar ook het Nederlandse voetbal. Want Feyenoord won dat toernooi daar in Duisburg. Ja, ik had al indruk. Door ook te winnen van Borussia Dortmund met 3-1. Dat maakte wel indruk. Ja, dat zijn grote uitslagen natuurlijk ook, hè, tegen dat soort clubs. Maar we hadden al het idee dat ze toen tegen Twente oefenden, Feyenoord, dat ze zich spaarden voor dat toernooi. Feyenoord klopte ook Duisburg met 2-1, won dus dat toernooi. En Duisburg kreeg wel met 5-0 klop van Borussia Dortmund. Maar het zou ook wel eens een keer fijn zijn als die Bakış een beetje aan de bal gaat komen. Want we zitten nu ruim 10 minuten te kijken, maar hij heeft nog weinig bespeelbare ballen. En je wilt toch een indruk van de spits krijgen. En als aanspeelpunt, wat is het voor jongen? Maar goed, het is meestal achter de bal aanlopen en dan ja, weer terug. En dan bijna bij balbezit heeft hij nog niks kunnen laten zien. Dat heeft ook te maken met de buitenspelers die hun man nog niet voorbij zijn gekomen. Dus je hoopt vanmiddag in ieder geval nog wat te zien van hem. Ja, weer de overname met hier Vermeij. Inspelen en daar het schot dat geblokt wordt van Nico Brettschneider. Bal over de zijlijn, inworp voor Duisburg. Maximilian Sauer gaat dat doen. En moet er verder worden. Wordt het ook. Vermeij, kop door. En dan het ruimen van der Water. En die kan dan wellicht op snelheid doorlopen, wilde ik zeggen. Maar dat werd al snel in de kiem gesmoord. Luca. Jeff Hardeveld. En daar de overtreding. En die heeft dan behoorlijk wat pijn. Kiomourtzoglou. Nog een keer dat moment. Ja, dat zijn vervelende tikkies zo, half van achter. En ik hoop dat het meevalt. Het is meestal wel een speler die fysiek wat kan hebben. En hij staat ook gelukkig alweer op. Maar in de voorbereiding moet je niet vaak van dit soort blessuretjes oplopen. Want je hebt bijna geen tijd om te herstellen. Richting de competitie ook, hè. En hij is een belangrijke speler. Vrije trap dus voor Heracles Almelo. Met Rai Vloet achter de bal. Vrije trap kan genomen worden. Vloet. Van der Water koppen, maar ook dit is niet echt gevaarlijk. Ja, Van der Water en koppen. Dat zijn net twee verschillende dingen hoor. Dat hebben we nog heel weinig zien doen in de Nederlandse competitie. Maar hij is een speler ja, die van momenten. En je hoopt altijd dat hij vanmiddag nog wat laat zien. Maar de laatste voorbereidingswedstrijden was het wel heel erg wisselvallig. Terwijl hij best veel heeft voor een buitenspeler. Ja, laat natuurlijk onverlet dat Heracles ook dit seizoen weer in aanvallend opzicht een behoorlijke veer heeft moeten laten met het vertrek van Cyriel Dessers. Topscorer in de Eredivisie samen met Steven Berghuis van Feyenoord. Scoorde 15 keer bij Heracles. Een respectabel aantal. Excuses. En zo ja, herhaalt voor Frank Wormuth eigenlijk een beetje de geschiedenis zich. Dat creatieve en ook aanvallend scorende spelers ja, het schip gaan verlaten. Dan. Ja, maar ja goed, je weet als je bij Heracles speelt dat je bent goed. Dan de grotere clubs met de geldbuidel komen. En dat weet je nou eenmaal. Dat is ook geen probleem. Alleen ja, je hebt niet elk jaar een nieuwe Dessers. Dus ja, de scouting moet maar aanvullen. Maar ik kan me wel voorstellen als je de Duitse markt een beetje in beeld hebt. En je bij dit soort ploegen, tweede Bundesliga, derde Bundesliga. Dat daar best hele bruikbare spelers bij zitten in die competitie. Dus wat dat betreft doen ze het slim. Maar nieuwe Dessers, ik heb hem in Nederland nog bijna niet gezien. Hè? Burgzorg. Kiomourtzoglou. Bal binnengehouden door Quagliata. En dan kijken of het over rechts dan gaat lukken met Breukers. En Sylvester van der Water. Quagliata. Weer Quagliata, nu wel Burgzorg bereikt. Wilde actie maken, maar dan toch terug. Nou, wellicht een keer schieten. Kiomourtzoglou. Ja, dan weer een schot geblokt. En dan lijkt Duisburg eruit te kunnen komen. Ja, maar die willen heel graag wisselen, want er staat er alleen langs de kant. En die moet invallen, dus ze speelden met z'n tienen. Dus ja, toch wat kleine klachtjes bij onze Duitse voetbalvrienden. Nou, daar zijn we weer completer. Ja, het is voorbereiding, hè? Dus ze zullen nog spelers best wat pijntjes krijgen en hebben. En ja, je hoopt dat dat mee gaat vallen, maar tot nog toe ziet het er aardig fris uit. Darius Gindovean is in de ploeg gekomen. Pröpper. Hardeveld. En weer de weg richting Sylvester van der Water aan de rechterkant. Die leidt dan wel makkelijk die bal kwijt, maar toch de inworp en weer Heracles dat het mag gaan proberen. Burgzorg. Quagliata komt buitenom. Burgzorg probeert het dan toch ineens. En weer het schot geblokt. Vloed. Quagliata weer terug naar Rai Vloet. Die overkwam van Excelsior, Rotterdam. Robin Pröpper. Breukers. Krijgt die bal dan niet lekker voor? Nee, maar het is wel een Heracles wat meer initiatief heeft op dit moment. En je ziet ook, ze zijn wat vaster aan de bal. Ze hebben het toch redelijk onder controle zonder echte grote kansen te krijgen. Maar je merkt wel, en met name Pröpper die heel belangrijk van achteruit is. Ook met die wisselpasen elke keer. Maar ja, het gaat nu om, hoe kan je spitseninstelling? Daar gaat het uiteindelijk om. Voor mij... Maximilian Sauer kan aan de net komen. Maar dan uiteindelijk via Jeff Hardeveld de bal over de achterlijn, naar ik meen te zien. Toch de inworp. Brettschneider in de richting. Een goede rechtervleugelverdediger, die Sauer. Lekker opkomend, offensieve vleugelverdediger, zie je ook. Alleen jammer als je dan helemaal bij de cornervlag staat, aanvallend, dat je dan bij de keeper uit gaat komen. Het lijkt wel of balbezit bij de meeste ploegen op dit moment nog heilig is. En dat is wel eens jammer. Je zou toch wat meer initiatief verwachten van deze ploegen en een keer een actie op het doel. Maar ja, er moet wel wat gebeuren na 20 minuten. Halverwege de eerste helft dus. U kijkt naar het oefenduel in Vriezenveen op het veld van DOS 37 tussen Heracles Almelo en MSV Duisburg uit de Duitse derde Bundesliga. Stand nog dubbelblank 0-0 en aan de linkerkant nu Delano Burgzorg weg namens Heracles Almelo. Trekt weer naar binnen en vindt dan weer niet de afspeelmogelijkheid. En zo moeten we constateren dat tot nu toe Heracles Almelo nog niet heel veel grote kansen gehad heeft. Ja, wel één. Ja, nee, maar goed. Je krijgt ook niet zo gek veel kansen tegen dit gelijkwaardige soort ploegen. Maar het gaat erom dat zo'n buitenspeler in de eindfase gewoon wat betere keuzes moet maken. En dat is dan jammer, want hij neemt hem goed aan. En ja, dan doet hij er te weinig mee en dan speelt hij naar de verkeerde kleur. Dus buitenspelers moeten toch wat meer kunnen brengen. Want ja, we hebben de spits nog helemaal niet in actie kunnen zien vanmiddag. Heracles Almelo dat na 25 wedstrijden in de Eredivisie in het vorige seizoen, toen vanwege het uitbreken van het coronavirus de competitie werd stilgelegd, op de 8e plek stond. Weer openen naar de andere kant. Van der Water wordt niet bereikt. Wellicht nu wel via Breukers. Via Engin de bal over de zijlijn en de inworp voor Heracles Almelo. Ja, laten we even niet vergeten dat een 8e plaats voor Heracles natuurlijk een geweldige prestatie is. Hè? De manier van spelen en de topscorer in huis hebben. Ja, dat is echt een topseizoen geweest. Maar nu weer attent zijn voor de omschakeling. Ja, dan ook des te jammer dat die competitie niet is afgemaakt. Zodat je nooit echt weet waar je uiteindelijk geëindigd zou zijn. Nee, dat blijft koffiedik kijken natuurlijk. En aan de andere kant, van, ja, het is niet anders, je moet ermee leren leven. Maar het was wel jammer, want ze hadden een geweldig seizoen. En ja, wie weet wat er nog meer in had gezeten. Dus nou ja, richting play-offs ging het toch een heel eind. Quagliata en Burgzorg. En dan weer het combineren. Met Vloet, even terug. Hardeveld speelt in. Kiomourtzoglou. Anders op deze bal een simpele prooi voor Leo Weinkauf. En dit is dan de man die de druk heeft om de erfenis te hebben van Cyriel Dessers. Ja, Sinan Bakış. Dat valt niet mee als je zo'n speler moet vervangen. En als je ook wat later ingestroomd. En, Ja, we zien hem eigenlijk nu pas weer op een beetje behoorlijk niveau spelen. Alleen, ja goed, je moet hem ook in stelling brengen. Dus het is een type speler ja, die toch afhankelijk ook is van de flanken. En met name van de nummer 10 die hem weg moet sturen. Maar ja, voorlopig hebben we... balbezit is bij de meesten nu wat rustiger, maar niet echt diepte, geen risico. Het tempo is ook redelijk laag, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Bakış die dus over werd genomen van Admira Wacker uit de Oostenrijkse Bundesliga. 26 jaar. Maar aan de andere kant is nu, althans zo leek het even, Duisburg weg. Maar het wordt in eerste instantie opgelost. Die doet Heracles niet handig. Nee, daar mag je geen fouten maken in de opbouw. Dan moet de omschakeling waar ze goed in zijn, dat moet dan gelijk gebeuren. Spitsen wegsturen en dan moet je ook pasen. Maar goed, dit is meer weer balbezit, vaak spelen en terug. En dan, ja, kijk, dit beeld heb je dan steeds. Dan speel je die Duitsers niet mee kapot in de achterhoede. Dan wordt er dus creativiteit gevraagd van bijvoorbeeld Sylvester van der Water, die er nu aan de rechterkant vandoor is. Die bal is voor moeten krijgen, maar weer wordt dat schot in de kiem gesmoord. Dan opnieuw via Pröpper en Hardeveld. Kiomourtzoglou. En van der Water krijgt die bal nog voor, maar daar is verder niemand van Heracles. Dat is overigens Tim Breukers. Ja, die moet ook een keer het gat wat van der Water openlaten, dan moet hij inkomen. Dus normaal gesproken over die rechterkant... Ja, dat is echt wel de lopende kant. Want we vergeten altijd bij Heracles, hè. Die Sibora is ook nog weggegaan. Hè. Dus we hebben het altijd wel over offensieve mensen die voorop stonden. Maar die kwam natuurlijk ook continu vanaf links achterin. Ja. Dat was ook een extra aanvaller. Dus ze hebben wel heel veel kwaliteit ingeleverd. En nu zitten we eigenlijk te kijken naar de buitenspelers. Maar ja, daar moet dan alles vandaan komen. En ja, dat mag je niet verwachten voor 90 minuten. Zeker in deze fase nog niet. Rai Vloet. Wellicht dat hij wat ruimte krijgt, maar ook... Hij bereikt geen medespeler en kan wellicht MSV Duisburg in de omschakeling gevaarlijk worden. Engin. Lukas Scepanik. En dit is Maximilian Sauer, de rechterverdediger. Dominique Volkmer. Ja, aan dit soort momenten zie je dat het ook voorbereiding is. Hè? Als je ziet hoe ze dan knullig de bal verliezen zelf via een schot tegen een andere speler aan. Dan denk je van ja, dat mag dan eigenlijk niet gebeuren. Ze hebben helemaal geen druk op de bal. Ja, en dat zijn allemaal van die kleine dingetjes. Die moeten in de voorbereiding nou eenmaal beter. Quagliata, Burgzorg bij zich, maar kiest voor de weg richting Rai Vloet. Kiomourtzoglou, ja, en dan is dit een simpel rolletje. Op zich wel een aardige steekbal, hoor, als je attent bent. Dus dat is niet zo slecht bedacht. Maar goed, hij is natuurlijk de man niet van de creativiteit en spitsen voor het doel vrij spelen. Maar dit was wel een slimme actie van hem. En ja, dan zie je ook dat hij wel iets extra's heeft. Heracles Almelo ontbreken in de selectie nog nieuweling Marco Rente. Ook Mats Knoester en Navajo Bakboord zijn er niet bij. Alle drie met uiteenlopende blessures. Maar trainer Frank Wormuth zei het al voorafgaand aan deze wedstrijd. Hele ernstige kwetsuren zijn het niet. Dus die zullen in de komende week weer aansluiten. En we hebben Blaswieg nog steeds niet gezien, hè? Die blijft ook nog steeds een beetje kwakkelen, lijkt het wel. Maar goed, ze hoeven geen risico te nemen nu in deze fase. Maar ja, dat is normaal toch een topkeeper. De doelman is er ook vandaag niet bij. Hardeveld. Sylvester van der Water. Luca de la Torre nu. Krijgt die bal voor en daar de kopbal van Sinan Bakış. Er is toch een kans voor Heracles Almelo in de 31ste minuut van dit duel. Ja, dat is een hele grote kans. Maar ja, hij gaf zelf aan, ik ben allrounder en ik koppen. Nou goed, hij schampt ook weer. Hè. Hij wil hem wegsturen, die bal in de verre hoek. Maar ja, hij ligt richting cornervlag, heb je de indruk. Maar dit is in ieder geval een aardige voorzet. En dan zie je ook dat hij wel doelgericht is. Is geen overtreding, beoordeelt de scheidsrechter. Kamminga. Maar Giacomo Quagliata verstapt zich wel aardig. Kon niet goed beoordelen of hij ook geraakt werd. Nou, het was wel een klein tikkie. Jawel, jawel. Gaan we zien. Maar. Ja, jawel. Heel iets. Ja, licht overtredingje. Wordt in ieder geval niet beloond met een vrije trap. En Quagliata kan in ieder geval door. De inworp is voor MSV Duisburg. Maar het is ook voor Heracles een omschakeling. Hè? Kunstgras, alle wedstrijden gespeeld, veel thuiswedstrijden gedaan. En dan nu in één keer weer op het gras. Daar moeten ze ook aan wennen. Maar ja, dat vraagt toch om een aanpassing. Je ziet het ook nu weer bij Duisburg bijna balverlies, slordig. Omdat het stuit het allemaal, het is wat droger. Dus ja, daar moet je toch weer aan wennen om die omschakeling. En ja, Heracles heeft normaal het voordeel van het thuisveld. Maar ja, nu niet. Trainer van MSV Duisburg is overigens Torsten Lieberknecht. Die in een ver verleden in zijn actieve carrière als voetballer onder meer nog speelde bij Kaiserslautern. Hier ziet u hem. Buitenspel, hè? Dit is buitenspel van Ahmed Enzien. En na het redelijk stormachtige begin in de eerste 3 minuten van Duisburg is ook die wind wel weer gaan liggen. Want de Duitsers hebben niet heel veel grote mogelijkheden meer gehad in de laatste 25 minuten. Nee, die moeten het ook hebben van de omschakeling. En nou goed, dat is altijd wat lastiger. Omdat Heracles gewoon met die verdediging, die staan redelijk goed. Ze zijn goed georganiseerd. Het middenveld staat prima. Alleen ja, vanuit het middenveld en naar de aanval toe, daar stagneert het nog een beetje. Hier komt Duisburg aardig uit. Maar toch weer Heracles. Burgzorg, net niet. Scepanik. En Weinkauf met de lange bal. Vermeij moet koppen, komt er niet bij. Toch Duisburg met het balbezit. Ja, het voordeel is voor hun, als ze het niet weten achterin, dan kan je altijd de lange spits proberen te bereiken. En voor mij is het natuurlijk bijna 2 meter lang, alleen Pröpper is gewoon, ja, die timed beter, is makkelijker, verdedigend kop is wat makkelijker. En dat zie je dan ook. Maar goed, die hebben wel een alternatief in ieder geval. Pröpper doet dat aardig, weet dan de bal bij De La Torre te krijgen. Luca de la Torre en dan de inworp niet voor Heracles. En zo spelen we nog 10 minuten in de eerste helft hier in Vriezenveen. Stand dus nog 0-0. Dat is goed gedaan van Quagliata met name, Burgzorg. Hardeveld en Robin Pröpper. Dat is goed. De la Torre weer. Van der Water. En dat is daar overtreding. Een shirtje getrokken. Maar dit is ook weer op een gevaarlijke positie. Zeker als je specialisten hebt, dan zit hier gewoon weer een mogelijkheid in. Dat zullen we zien. De lengte gaat mee naar voren. Pröpper, goede kopper. Weer Van der Water zou je dan denken? Ja, goed. Vanaf die positie moet hij dat ook kunnen. Dus we gaan het zien. Sylvester van der Water. Handje omhoog, dan trappen. Maar ook dit levert dan niets op voor Heracles. Poging van Hardeveld, die een bal nog raakt. Ja, maar met deze situaties, je mist een beetje dat inlopen om echt te willen scoren. Kijk, ze lopen er wel. Kijk, nou daar gaan we. Kijk, je kijkt naar de situatie. Nou, we gaan lopen. We hebben iemand die het goed kan nemen. Dan, nou ja, zeg maar niks meer. Maar het gaat om het idee dat je moet koppers hebben die ook echt voor die bal willen gaan. En dat mis je bij zulke situaties. De echte killer. Scheidsrechter de Makkie gaat wachten hier even het voordeel af. Dat was er niets. En dus toch gefloten voor de overtreding van Kiomourtzoglou. Vrije trap en MSV Duisburg nu genomen. Minis Pepic. Is wat later in de ploeg gekomen in de eerste helft. Dominique Schmid. En dan de bal richting Ahmet Engin, weer aan de rechterkant. Maar weer staat Quagliata redelijk goed opgesteld. Inbord, Maximilian Sauer. Schmid terug naar Weinkauf. Hardeveld. Robin Pröpper. Terug naar Michael Brouwer. En Quagliata. Dat is goed. Krijgt de bal terug van Rai Vloet. En dan wordt Burgzorg op links niet gevonden. Nou, dat was nou eens een heerlijke oplossing dit. Lekker gespeeld, 2-3 ballen, goed ingespeeld. En dan zie je zo'n laatste, dat is de storrigheid in de voorbereiding heel vaak. Dat is dan jammer. Maar als je echt praat over, er is bijna geen krachtsverschil. Als je de twee ploegen ziet spelen, dan, nee, je kent ze verder niet. Dan denk je van, nou, voor de Duitsers geweldig dat je tegen een Eredivisie ploeg gewoon bijna een helft lang goed mee kan komen. Zoals zo vaak kan deze wedstrijd, evenals vele andere duels, zeker ook oefenduels, wel een doelpuntje gebruiken. Om de druk bij de tegenstander dan toch wat te laten toenemen. En dat het ook voor het kijkplezier wat meer gaat sprankelen, want dat ontbreekt er nog wel eens aan. Alhoewel we soms wel wat aardige combinaties zien, ook bij Heracles Almelo. Nou, niet alleen in de doelpunten, maar het begint allemaal, er moeten kansen gecreëerd worden. Hè? En daar gaat het uiteindelijk om. En dan valt er altijd wel een keer een doelpunt. Maar nu zitten we te wachten en we zien een aardig veldspel en allemaal gecontroleerd. En dat is allemaal prima in orde. Verdedigend zeker, maar ja, je komt natuurlijk toch voor de aanvallende acties. Burgzorg. Kiomourtzoglou. Vloet. En de opkomende man is Robin Pröpper. De combinatie nu met Van der Water. Hardeveld. Rai Vloet. Het is druk in het centrum. Nu wellicht dan de overtreding van Dominique Volkmer, die het daar niet mee eens is overigens. Nou, dat zou lekker zijn vlak voor de rust. Dat er toch nog even een doelpuntje valt, ook voor de mensen, de supporters van Heracles, maar ook voor ons, dat we hier nog eens wat beleven. Want het is wel heel steriel, maar dat hebben we al vaker gezegd, aanvalspel. Je mist ook bepaalde kwaliteiten gewoon voorop. Sylvester van der Water dus weer. Nu iets verder van de goal. Nu ook twee handjes in de lucht. Van der Water doet het dan ineens. Maar Weinkauf zag dat die bal over zou gaan. En hoefde dus niet echt in actie te komen. Nog een keer dat moment. Maar het leukste is, Van der Water steekt twee handen omhoog. Dan gaat Pröpper buitenom lopen. Dan moet die bal daar komen. Je ziet ook, dan gaat hij in één keer op het doel schieten. Maar die Pröpper staat helemaal vrij achterin. Ook hier kan Heracles weer overnemen. Er is er wellicht nu de mogelijkheid aan de andere kant, wil ik zeggen. Maar dat is niet wat we zien. Burgzorg dan. Burgzorg. En daar het schot en de redding. Bakış met de grootste kans van de eerste helft. En de prima redding van Leo Weinkauf, de doelman van MSV Duisburg. Nou, gelukkig toch nog even een actie gezien, hè, vlak voor de rust. De hoekschop is wat rechts voor Heracles Almelo. Met Van der Water. Van der Water en dan die bal uit de doelmond gekopt. Burgzorg. Vrije trap voor MSV Duisburg in de slotfase van die eerste helft. Met wellicht ook nog een kans voor de Duitsers om nog een keer voor de goal te komen. Dat zagen we dus wel in het begin van deze wedstrijd. Maar daarna nam ook die stormvloed wel af. En kwam Heracles Almelo ook wat beter in de wedstrijd. Met zojuist dus die grote kans voor Sinan Bakış. Wiens inzet dus keurig werd gepareerd door Leo Weinkauf. En dan is het rust hier in Vriezenveen. Stand dus 0-0. Bij Heracles Almelo tegen MSV Duisburg. De twee ploegen houden zich, Jan, keurig in evenwicht, toch? Ja, nou goed, er is eigenlijk weinig gebeurd voor beide doelen. En je moet heel lang wachten totdat er een echte kans kwam. Gelukkig voor de spits dat hij eindelijk een keer zijn gezicht kon laten zien in een aanvallende actie. Maar al met al is het wel teleurstellend, vind ik, wat ze gebracht hebben. En dat is dan de conclusie na 45 minuten voetbal. Wij zijn straks bij u terug met de tweede helft van Heracles Almelo MSV Duisburg. Welkom terug vanaf Sportpark het Midden in Vriezenveen voor de tweede helft van het oefenduel tussen Heracles Almelo en MSV Duisburg. Ruststand 0-0. Grootste kans van de wedstrijd was vlak voor rust van Sinan Bakış. In de tweede helft ook bij Heracles Almelo. De nodige wissels. We moeten even inventariseren wie erin is gekomen. Het Seuker in ieder geval. En ook bij de Duitse ploeg zullen er de nodige nieuwe mensen inkomen. Ja, en laten we ook hopen dat we nou een beetje spektakel gaan krijgen, hè, de tweede helft. We hebben toch iets te weinig van gezien? Ja. Nou, bij Heracles voorlopig maar één wissel, zoals het er nu uitziet. Bakış eruit. 45 minuten gespeeld, dus ja, die moet ook nog een beetje bijspijkeren. In ieder geval bij MSV Duisburg. Sinan Carwijna, die we in de eerste helft nog niet gezien hebben. En ook Vincent Gembalis. En Vincent Vermeij, de oud-Herakliet, is in de kleedkamer gebleven. Ja, ja. Loopt nu overigens achter de dugout van mij. En we zijn begonnen voor het tweede bedrijf. Het Heracles dat direct het initiatief probeert te nemen. Druk zetten is het devies. Quagliata, Hardeveld en Pröpper. Robin Pröpper. Tim Breukers. Veel op de huid gezeten. En dan de overtreding gemaakt van Darius Gindovean. Pröpper terug naar Hardeveld. In de lange bal. Kiomourtzoglou. Is handig. Dan de bal voor en dan is dit een grote mogelijkheid voor Heracles Almelo. Adriaan Seuker, de invaller. Ja, ik heb ook de indruk dat het tempo omhoog is gegaan. Bij Heracles hebben ze het initiatief genomen. En je ziet ook gelijk dat er wat meer dreiging is. Wat sneller de diepte zoeken. Ja, dat is toch de vies. Want anders dan blijf je alleen maar breed en terugspelen. Ja, dan wordt het er niet leuker en beter op. Maar je ziet in ieder geval weer wat aanvallende acties. En ja, daar zijn we toch voor gekomen, lijkt mij. Adriaan Seuker dus in de ploeg gekomen van de man die nog een grote kans kreeg vlak voor rust, Sinan Bakış. Vrije trap nu voor MSV Duisburg. Van der Water. En weer het balverlies. Weinkauf. Dan de overtreding gemaakt. Door Luca de la Torre, die anders een redelijk vrije doortocht had. Ja, je hebt de indruk ook nog bij Heracles, hè, steeds wat wisselen. Vloed loopt wel een keer weer naar het midden, dan gaat hij weer naar rechts. Naar de La Torre ook weer, nu speelt hij weer vanaf de linkerkant. Dus ze proberen ook nog een beetje wat te wisselen. Misschien nog toch wat creatiever te zijn en hem wat dieper te sturen vanaf de linker middenvelden. Duwtje in de rug. Bij Orestis Kiomourtzoglou. Door Carwijna en dus de vrije trap die genomen mag worden door Heracles Almelo. Dat er dus, evenals Duisburg overigens in de eerste helft, wel lastig had met het creëren van kansen. Van der Water moet naar binnen, glijdt dan uit. Breukers. Breukers krijgt die bal terug. Tim Breukers, schiet hem maar. Oh, net voorlangs. Dit zijn toch kansen. Dit is een hele goede kans, ook wel een aardige aanval. En maar goed, eindelijk over de rechterflank, wat toch normaal hun kracht is om opkomende mensen. Nu Breukers. Nou, het is een schot, ja, het is een schot. Het is geen voorzetje. Misschien slimmer geweest om hem richting het centrum te spelen. Dan kan Seuker misschien binnenlopen. Maar in ieder geval een hele grote kans gezien. Eindelijk weer. Ja, ja! Van der Water. Breukers bij zich. Romein gaat die bal voorgeven. En dan de kopbal en de redding. Ja, de La Torre met de kopbal. Heerlijke actie. Ja, ook goed diep trouwens hoor. Prima redding overigens. Hoekschop Heracles Almelo. Als de zon hier ook door de wolken komt. Aan het begin van de avond in Vriezenveen. Hoekschop genomen. Breukers kopt en daar op de lat. Misschien nog Burgzorg. Nou, dat had meer verdiend, hè, dit. En weer een hoekschop. Grote kansen dus in de eerste 5 minuten voor Heracles Almelo. Dat beduidend meer druk zet op de defensie van MSV Duisburg dan in de eerste helft. Nog een keer die hoekschop. Het eerst de kopbal van Breukers. En dan de poeien van Robin Pröpper. Hoekschop aan de andere kant. Van der Water. Pröpper. En dan is hij binnen. Die bal is achter de lijn geweest. En zo daar toch wel de curieuze goal van Robin Pröpper namens Heracles Almelo. Dat na 6 minuten in de tweede helft dus op een 1-0 voorsprong komt. Nou, gezien de eerste 5 minuten, dan is het ook wel dik en dik verdiend hoor, nu. Maar we zeiden al, tempo is omhoog gegaan en de spelervattingen, ze trainen er veel op. Maar Pröpper, ja, maakt toch een hele goede voorbereiding. Alleen, dit zijn wel hele sneaky doelpunten. Bijna niet tegen het net aan, ook nog eens een keer. Maar die tellen ook, hè. Dus, nou, hartstikke leuk dat hij binnenkomt. Maar hij maakt een geweldige voorbereiding tot nog toe. Dus fit blijven en dan heeft Heracles gewoon de verdediging met hem achterin goed staan. Klopt overigens de invaller doelman Jonas Brendik, die in de ploeg is gekomen bij MSV Duisburg naar rust voor Leo Weinkauf. Die op slag van rust nog prima redding wist te brengen op een goede kans van Sinan Bakış. Dan moet Duisburg dus in de achtervolging. Breukers kop weg. Burgzorg. Nee. Rai Vloet. Toch weer terug. Inworp voor Duisburg. Nico Brettschneider. Heracles lijkt erover te kunnen nemen. Met een andere invaller, Roat Akka, een stagespeler. Die zich mag gaan bewijzen. Met nummer 31. Van der Water. Breukers. Rai Vloet. En Hardeveld. Aan de linkerkant nu Quagliata. Maar we zien nu wel de eerste 10 minuten dat Heracles een maatje groter is aan het worden. En zit ook vaster aan de bal, tempo ligt hoger, meer initiatief, meer beweging zonder bal. En dan zie je wel het verschil. Ik denk niet dat Duisburg al heel lang in training is, daar lijkt het op. Want die zitten er al behoorlijk doorheen lijkt het. Maar Heracles is gewoon de tweede helft wat fanatieker begonnen. En dat resulteerde dus na 6 minuten in de tweede helft in de 1-0. De kopbal van Robin Pröpper. Zoals gezegd ook Roat Akka in de ploeg gekomen. Bijna 19 jaar. Uit de jeugdacademie van FC Twente Heracles Almelo. Breukers met de inworp. Seuker. Kiomourtzoglou, weer Breukers in de kleine ruimte. En dan komt Duisburg er niet lekker uit en kan wellicht de andere kant een opening gevonden worden. Maar Heracles komt goed uit de kleedkamer, dat moet gezegd. Brettschneider. Indovean verliest de bal. Breukers en de inworp dan voor Duisburg. Het lijkt erop dat Seuker toch wat makkelijker in de combinaties meegoedt dan Bakış. Dat hij gewoon, ja, die kent natuurlijk het systeem, maar je ziet ook qua beweging, qua handelingssnelheid. Ja, die heeft natuurlijk ook de uitverkiezing voor de nationale ploeg. Ja, dan leef je helemaal op. Dus die moet ook voor zijn kansen gaan nu. En ja, Dessers is er niet, dus die positie is nog echt wel vakant hoor. Dit is het balverlies. Geen overtreding. Heracles kan er dan uitkomen. En dan de overtreding. Van Maximilian Sauer. De vleugelverdediger van MSV Duisburg. Kiomourtzoglou, open het naar de linkerkant. Maar we zien wel bij Duisburg dat ze steeds verder achteruit moeten. En Heracles speelt het wat sneller, maar veel meer beweging en andere instelling de tweede helft. En dan zie je ook dat ze moeite hebben om aanvallend nog wat te gaan doen. Want ja, van Duisburg hebben we eigenlijk na het begin eigenlijk niks meer zo gek veel gezien. Qua kansen helemaal niet. En goed, het is wel een dik verdiende voorsprong. Voor hetzelfde geld staat het al 2-3-0. Nu ook zijn ze ook weer weg over de linkerkant. MSV Duisburg dat overigens een mooi potje te wachten staat in de eerste ronde van de Duitse beker, de DFB-pokaal. Het mag dan thuis spelen tegen Borussia Dortmund. Ja, dat zijn krakers. Maar dat is ook een ander niveautje, denk ik, hoor, voor hun. Maar geweldige wedstrijd om naar uit te kijken als je bij Duisburg speelt, toch? Maar ja, vorige week dus ook al in dat toernooitje in Duisburg tegen Borussia gespeeld. Ja, dat liep niet echt goed af, hè? Dat werd een behoorlijke nederlaag dus voor Duisburg, 5-0. Terwijl Heracles Almelo de hoekschop krijgt. Voorgegeven. En wordt hij eigenlijk door alles en iedereen gemist. En dan uiteindelijk... Het gevaar weer geweken voor Duisburg. De overtreding van Rai Vloet. Pepic. Nou, wellicht nu de mogelijkheid voor Duisburg. Met Sinan Carwijna, een van de invallers. Nou, dat was in ieder geval een aardige paas van achteruit. En daar moet hij eigenlijk gelijk nu meer mee doen. Maar ja, hij twijfelt en dan komt hij kracht tekort. En dan is hij eigenlijk klaar. De actie daarvoor had hij al af moeten ronden. En dan kan hij er wat mee doen als spits zijnde. Maar loopactie was goed. Maar we hebben in de tweede helft al meer gezien dan in de hele eerste helft, hoor. Zeker ook van Heracles Almelo. Van der Water. Goeie actie. Kiomourtzoglou, Vloed, Van der Water. En weer Kiomourtzoglou. Pröpper. Vloed. Breukers gaat. Vloed dan met de voorzet. Of dat wat daarvoor door moet gaan. De la Torre. Nu is die bal achter de lijn geweest. Maar de intenties zijn duidelijk, hè? Breukers ook veel dieper, veel meer opkomen. Ja, daar ligt zijn kracht natuurlijk ook. Eerst verdedigen en dan ziet hij de tweede helft dan toch de ruimtes liggen. En die benut hij dan ook. En je ziet ook uit de combinaties dat hij lekker mee kan voetballen. En zo komt ook via Lukas Scepanik. En was voor Duisburg even niet verder dan net over de middenlijn. Ahmet Engin, nu aan de linkerkant namens Duisburg. Pröpper voor zich. En dan het schot van Darius Gündoğan. Maar dat was al gefloten. Maar dit was in ieder geval een aardige aanval. Dit is al een voorzet waar ze wat koppend mee kunnen doen. Proberen ze in ieder geval. Nou ja, dit is een geweldig schot. Maar goed, dat was al afgefloten. Maar eindelijk weer zijn aanvallende actie. Want het is de tweede helft wel Heracles wat dicteert hoor. Dus is geen enkel probleem nu meer. En ze geven achterin gewoon heel weinig weg. Dus alle complimenten voor de verdedigende mensen die ook niet alleen achterin staan. Maar ook op middenveld met name. Duisburg probeert er langzaam weer wat op te schuiven in strategisch opzicht. Maar tot grote kansen leidt het nog niet in de tweede helft. Breukers. En de opkomende Jeff Hardeveld. Quagliata. Hardeveld. Rai Vloet. Dit is een overtreding. Ja, en de pittig ook. Van Rai Vloet. Die wat ongelukkig ging kwam, zichzelf daar ook bij kwetst. Ja, wat je een beetje mist is het spanningsveld. Je zit ook naar de trainers te kijken. We zagen net even het beeld ook, keurig netjes, Rekers en Wormuth. En dan zit je ernaar te kijken die denken van ja, het is toch een oefenpartijtje. En dat is ook logisch, als je trainer bent kijk je anders. Maar aan de andere kant, je mist een bepaalde spanning ook van het moeten winnen of het willen winnen. Het is allemaal wat plichtmatig. Moet ik zeggen dat Heracles de tweede helft wel vele malen beter is dan de tegenstander. Nu ook weer in de omschakeling. En daar zijn ze heel goed in. Komt dan denk ik ook met name doordat volgens mij in de kleedkamer in de rust is besloten om veel meer druk te zetten op de defensie van MSV Duisburg dan dat er voor rust was. Ja, ze moeten toch wat meer arbeid in de wedstrijd leggen, hè? Want je bent natuurlijk ook conditioneel bezig om je voor te bereiden. En ja, dan komt het goede voetbal vanzelf wel. Maar je moet wel meer brengen. Nou, dat hebben ze in de tweede helft wel gedaan. Want dat Duisburg nauwelijks meer over de middenlijn is geweest met een aardige aanval. Dus meestal een lange bal en dan gaat het helemaal fout. Nu wellicht als Maximilian Sauer weer opkomt. Dat deed hij in de eerste helft ook met name in het begin een paar keer goed. Daarna niet veel meer van gezien. Tim Breukers laat die bal over de zijlijn lopen. Inworp voor MSV Duisburg, terwijl we halverwege de tweede helft zitten. Bij deze oefenwedstrijd op Sportpark het Midden in Vriezenveen, op het hoofdveld van DOS 37. Waar Heracles dus door de goal van Robin Pröpper na 6 minuten in de tweede helft met 1-0 leidt. Hier ziet u hem. Ja, nu een gevaarlijke bal. Aanvallend gezien voor Duisburg. Die kunnen daar misschien ook wel mee doen. Lange jongens, dus er zal het een en ander gebeuren. Vrije trap nu. Vanaf links voor de MSV Duisburg. Met onder meer Nico Brettschneider achter de bal en ook Maximilian Sauer. Een van die twee zal het gaan doen. Tweemals muurtje. Het wordt Sauer. Maar die gaat langs en over alles en iedereen heen. Hij is het er zelf ook niet helemaal mee eens. Hij had wat anders in gedachten. Maar ja, dan zie je ook dat deze ploeg nog niet echt wedstrijdniveau haalt. Het is jammer, maar dit zijn wel aardige mogelijkheden om wat mee te doen. Maar ja, je schiet hem zo over de achterlijn heen. En dat is niet de bedoeling van zo'n vrije trap die dan eindelijk eens een keer wat zou kunnen opleveren. Maar ja, Duisburg die vindt het wel goed, lijkt het wel. Zoals gezegd, een wedstrijd die hier zonder publiek gespeeld wordt. Omdat het hier wat lastig is om alle coronamaatregelen goed te kunnen handhaven. Maar toch wil met name Duisburg graag een duel spelen op gewoon gras. En die ploeg krijgt wellicht een goede kans nu. En daar is de gelijkmaker van Sinan Carwijna. En dan is het 1-1 in de 70ste minuut van de wedstrijd. Ja, Brouwer voor de eerste weggeeft. Let op. Dit is de bal zomaar weggegeven inderdaad. Keurig hakje trouwens. En dan de volledig vrijstaande Carwijna die dan deze Michael Brouwer verschalkt. En dan is het dus weer gelijk. Eigenlijk de eerste echte kans voor de Duitsers in de tweede helft. Ja, maar je hoeft ze natuurlijk ook niet te helpen. Hè? Want dit is gewoon een fout, een persoonlijke fout. Breedte bal, omschakeling en het is 1-1. Ja, daar kan je weinig aan doen, ook als keeper. Maar ja, zulke fouten mogen niet plaatsvinden op geen enkel niveau. Maar zeker in de Eredivisie niet. Het is echt een belachelijk tegendoelpunt. Het is jammer, want Heracles had al veel meer afstand moeten nemen. En kunnen nemen. Ja, de kansen daartoe zijn er zeker geweest. Niet dat een uitslag heel belangrijk is of zal zijn, ook voor de technische staf. Al is het voor het vertrouwen wel lekker om zo 2 weken voor de competitie een oefenzege te kunnen bijschrijven. Pepic namens Duisburg. Toch even terug weer. Scepanik. De huid gezeten. Hier is Scepanik. Brettschneider. Nico Brettschneider gaat naar binnen. En dan het ruimen van Pröpper. Aanval loopt door. Engin. Ahmet Engin. Met hangen en wurgen komt Heracles er dan uit. Het is toch altijd weer vreemd als je ziet wat een tegendoelpunt doet met een ploeg. Hè? Bij de een komen de krachten vrij in de positieve zin. En bij die anderen zijn toch even van de kluts kwijt, lijkt het wel. Bij Heracles schieten zomaar ballen weg, onnodig. Ja, bij Duisburg komt er zoiets van, hé, er zit misschien nog wel wat meer in. In dat opzicht kantelt de wedstrijd dus een beetje. Zeker ook naar die 1-1. Tobias Fleckstein, ook een van de mannen die later in de ploeg is gekomen. Bal via Robin Pröpper over de zijlijn, inworp MSV Duisburg. Brettschneider gaat dat doen. Fleckstein. Makkelijk, makkelijk, kijk maar. Combineren van Duisburg. Dat in deze fase het betere van het spel heeft. Sauer. En dan de hoekschop voor de Duitse derde Bundesliga-ploeg. Maar ik heb ook de indruk bij Heracles een beetje de discipline in het veld een beetje weg is. Is al genomen. Nog een keer die voorzet. Ahmed Enzien moet even terug. En via Breukers over de zijlijn. Inworp MSV Duisburg. Enzien. Dus die Roat Akka. De jonge speler die zich mag laten zien. Brettschneider naar Fleckstein. Minus Pepic. Indovian dan en dan zelf over de zijlijn gelopen. En dan mag aanvoerder Giacomo Quagliata, de Italiaan, gaan gooien namens Heracles. Maar de wedstrijd is wel een beetje gelijk weer. En dat hadden we de eerste helft al gezien. De tweede helft was Heracles gewoon vele malen beter. Ja goed, en dan zie je één zo'n persoonlijke fout en ze straffen het af. En je ziet de wedstrijd een beetje kantelen. Er komen krachten vrij, nu ook weer. Ze proberen toch weer wat aanvallender te spelen. En bij Heracles is het frisse er een beetje af, lijkt het wel. Zelfs de keeper ziet het niet allemaal goed meer nou, hè? Ja, is een lastig. Flauwe avondzon die hier door de bomen schijnt in Vriezenveen. En daar staat Brouwer dus een beetje tegenin te kijken. Met nog minder dan een kwartier op de klok bij deze oefenwedstrijd. Kijken of Breukers dan wellicht het spel weer naar de andere helft zou kunnen verplaatsen. Moet nu die voorzet komen. Seuker komt er niet bij. Heracles Almelo dat komende woensdag nog een oefenwedstrijd gaat spelen tegen Jong Utrecht. En ook nog tegen Braunschweig gaat spelen, die zaterdag erop. En dan een week later dus. Op zondag de 13e september. De thuiswedstrijd op Erva Asito in de competitie, de eerste tegen ADO Den Haag. 14:30 de aftrap. Breukers, kan hij die bal binnenhouden? Nee. Nou ja, Wormuth heeft al gezegd hoe belangrijk zo'n eerste wedstrijd is. Hè. Dat geldt voor elke club, maar thuis tegen Den Haag, ja, dat moet je eigenlijk gewoon al winnen. Daar ligt echt veel druk op om dat soort wedstrijden te spelen. Maar ze hebben wel een behoorlijke oefencampagne achter de rug al tegen fijne tegenstanders. Dus Heracles moet alleen nog kijken of er wat creativiteit bij kan komen. Want dat is wat je nou zit te kijken. Burgzorg er nu ook weer dat niet bij en dan weer gewisseld en dan weer een halfje. Ja, nu is het alleen Van der Water die nog van die bevliegingen heeft, maar het is wel heel weinig. Ja, en Pröpper gaat er ook geen 10 maken normaal gesproken. Een creatieve middenvelder, je zei het al, dat is iets wat Heracles wel goed kan gebruiken. Zeker ook na het vertrek van Mauro Junior. Ja, dat zijn de type spelers die ook die spitsen aan moeten spelen. En in de omschakeling dat je denkt, hé, als hij de bal krijgt, dan gebeurt er wat. En ja, nu zit je te kijken naar spelers die heel veel arbeid leveren, maar niet het fijne hebben. Dus ja, het zou wel mooi zijn als we nog zo'n speler kunnen vinden ergens. Daar hebben ze dan nog wel even voor, want die transferwindow ook vanwege de corona verlengd. En in de eerste twee wedstrijden in de competitie, eerst de ADO Den Haag thuis en dan uit naar Willem II. Ja. Er zouden kansen moeten zijn, want de derde wedstrijd is het thuisduel tegen PSV. Waarin Heracles overigens, en dat leerde het verleden, zeker ook niet altijd kansloos is geweest en ook wel eens punten pakte. Nee, maar thuis hebben ze gewoon, zijn ze sterk en kunnen ze van iedereen ook winnen. Dus dat hoeft het probleem niet te zijn. Alleen het is gewoon geen zekerheid. Voorheen had je gewoon spelers waarvan je dacht, nou, die als je ze allemaal neerzet, die hebben zoveel assisten, die maken zoveel doelpunten. Maar als je deze ploeg neerzet en je gaat kijken cijfermatig, en dat zie je ook een beetje terug. Hè. Ze moeten heel hard werken om te scoren uit de spelervatting vandaag dan. Ja, voor de rest een paar kansen gecreëerd. De tweede helft een stukje beter dan de eerste helft. Maar ja, dan zie je ook niet dat het hele grote uitslagen gaat worden. Ja, tegen Telstar. Maar ja, voor Telstar op dit moment kan je nog wel relatief makkelijk winnen. Quagliata. Naar de andere kant, Sylvester van der Water heeft wat ruimte. Breukers komt erbij. Maar dan uiteindelijk door Nico Brettschneider over de achterlijn geschoten. Ja, terwijl de rechterkant van Heracles gewoon goed intact is gebleven. Hè? Dus dat zijn jongens die voelen elkaar ook wel aan. En ja, met de overlap met name van Breukers. Ja, van der Water die naar binnen gaat komen. Die met zijn linkerbeen nog wel eens voor verrassing kan zorgen. Maar ja, dat is wel heel weinig wat je aanvallend kan brengen. Hoekschop dus van Sylvester van der Water. Helemaal naar de andere kant. En dan levert ook dit weer helemaal niets op voor Heracles. Ja, dit bedoelen wij een beetje met je kan er nooit op rekenen. Het kan goed gaan, het kan slecht gaan. Maar eigenlijk zit je te wachten. Want hij heeft een geweldige trap. En dan hoop je dat hij bij de eerste paal, bij de tweede paal, dat er mensen in kunnen lopen. Maar nu, ja, met zo'n bal kan je eigenlijk helemaal niks mee. En dat weet hij zelf ook wel. Alleen ja, je hebt nog 2 weken om de vorm weer op te pakken. Hier weer van der Water. Seuker vraagt, krijgt niet. Vloet. Vloet gaat schieten, maar raakt die bal dan volledig verkeerd. Maar goed, dat zijn in ieder geval pogingen op het doel. Kijk, en dat het nog allemaal niet goed gaat. Eigenlijk moet hij binnen de palen, dat is natuurlijk altijd zo. Maar het gaat er met name om de intentie om aanvallend wat te gaan doen. Nou, voor Vloet ook prima, recht voor het doel. Ja, daar moet je gewoon uithalen. En dat deed hij dan ook, maar ja, hij heeft het richting nog niet gevonden. Van der Water. Balverlies en Duisburg wellicht in omschakeling. Maar dan de overtreding, althans zo lijkt het. Maar dat wordt niet zo gezien door de scheidsrechter. Dan nu toch maar de blessurebehandeling, zou je zeggen. Voor Sinan Carwijna. De doelpunt te maken. Klein tikje hoor. Nog een keer dat moment. Hier is het al gebeurd. Een beetje ongelukkige botsing. Een beetje waar je van denkt, ja, dat kan je normaal op de training gebeurt dat ook wel eens. Maar in zo'n wedstrijd, vermoeidheid staat toe. We zitten ook in de laatste fase alweer, hè, in de voorbereiding. En zeker van deze wedstrijd. Ja, daar voel je alles harder aankomen. En ja, voor hun is het natuurlijk toch tegen een eredivisieclub in Nederland. Als de stand zo zou blijven, een geweldig resultaat als ze dat meenemen. Voor het vertrouwen zeker. De nodige aanwijzingen nog voor de slotminuten van trainer Frank Wormuth van Heracles. Buitenbeeld heeft de scheidsrechter Kamminga de bal in de handen. En die zal dan middels een soort stuiterbal die bal wel aan de keeper van Duisburg geven. Om zo het spel weer te kunnen hervatten. Jonas Brendik. Met een lange trap. Van der Water. raakt die bal kwijt. En dan kan nu Ahmet Engin er aan de linkerkant vandoor. Pröpper voor zich. Dan met moeite weggewerkt. En uiteindelijk weer Engin. Bal voor en dan uit de lucht geplukt door Michael Brouwer. Lange bal, Adriaan Seuker. Ja, doet dit handig. Maar stuitert dan, of stapt dan op de bal. Waardoor Duisburg weer over kan nemen. Engin. Pepic. En Fleckstein. Daar had Seuker toch een beetje pech. Dat hij nam toch slim mee. Dat hij dan net op de bal stapt. Ja, dat gebeurt hier dan een keer. Maar hij was wel slim. Hij was ook weg. Vlak voor ons gebeurt dit. Engin die vindt dat hij veel te hard geraakt wordt door Tim Breukers. Ahmet Engin. Nu overeind geholpen door Sylvester van der Water. Nou, het is toch wel een redelijk sportieve wedstrijd. Als we hier naar zitten te kijken. Je kan niet zeggen van het is zo scherp en incidentjes en noem alles maar op. Maar ze proberen toch allebei te voetballen met de juiste instelling. De instelling bij beide ploegen is prima. En het is wel best een aardige wedstrijdjes om naar te kijken. Met een aantal leuke hoogtepunten. Als je een samenvatting maakt, dan kan je er best wat van maken. Over 90 minuten is het meer een wedstrijd voor trainers. Ja, die zullen uit de 90 minuten die straks op de klok staan weer de nodige leerstof gehaald hebben om te gaan bespreken en neer te leggen bij de ploeg. Dat geldt zeker ook voor Frank Wormuth. Vrije trap Heracles overigens. Nog 4 minuten. En de inworp voor MSV Duisburg. Pröpper gaat op safe en kopt die bal maar over de zijlijn. En dan mogen de Duitsers nog een keer ingooien. Fleckstein naar Brettschneider. Via Breukers weer een inworp voor Duisburg. Ja, de eindfase is wat zorg bij Heracles ook. Spelers hebben het idee van we spelen de ballen wel weg, maar het is niet meer echt in de ploeg houden en speldiscipline. Maar goed, dat weten we zo langzamerhand in deze voorbereidingsfase. Dat het 90 minuten nog niet allemaal zal kloppen. Pröpper. Hebben we weer zo'n moment, hè? Hier balverlies en dan kan het weer gevaarlijk worden voor de Duitsers. Redding Brouwer, maar Engin mag wellicht in de rebound. Alleen zover komt hij niet. Een goede mogelijkheid voor MSV Duisburg, terwijl wellicht nu Heracles in de omschakeling gevaarlijk kan worden. Maar ook dat lukt niet. Wat 8K krijgt die bal goed bij Orestis Kiomourtzoglou. En dit is Breukers. Vloet. Torra. En weer Rai Vloet. Van der Water, wellicht nog een actie en een kans voor Heracles. Sylvester van der Water, buitenom komt Breukers. En daar is het schot dat te zacht is. En bovendien terecht op de keeper van Adriaan Seuker. Maar toch weer over de rechterkant bij Heracles. Hè? Dat is toch de meeste opkomende kant en met de meeste finesse. En ja goed, er zit hier meer in die laatste fase ook nog. Maar goed, de kracht is er dan niet. Maar de intentie van Breukers en het inspelen van der Water, allemaal goed. Ja, daar moet je een beetje geluk mee hebben. Maar je ziet wel dat dit de kant is waar de meeste gevaar vanaf komt. Vanaf de linkerkant is er eigenlijk niet zo gek veel gebeurd in deze wedstrijd. Laatste minuut van de wedstrijd loopt. Er zal niet heel veel blessuretijd bij komen. Althans, niet heel vaak gebruikelijk bij oefenwedstrijden. Engin namens Duisburg. En zo speelt die ploeg. Nu even op balbezit. Lange bal in de richting van Engin. Krijgt die bal ook nog. Hier komt Heracles dan aardig onderuit. Wordt er nog een overtreding gemaakt, maar wordt er ook gelijk gefloten door scheidsrechter Kamminga voor het einde van deze wedstrijd, die nu op 90 minuten staat. En zo eindigt het dus onbeslist in 1-1 na ruststand van 0-0. Na 6 minuten de goal van Robin Pröpper. De kopbal. En de 1-1 van Sinan Carwijna. Hier nog een keer de goal van Pröpper. De kopbal. Die achter de lijn wordt weggehaald. Door Jonas Brendijk. En hier de gelijkmaker in de maat. De fout gemaakt, volledig verkeerd door het midden in de voeten van de tegenstander. En uiteindelijk na dit hakballetje is het Sinan Carwijna die Michael Brouwer kansloos laat en de gelijkmaker aantekent. Conclusie, Jan? Nou, conclusie eerste helft gelijkwaardig, een beetje schaakspel. Tweede helft veel beter Heracles uit de startblokken. Die hadden ook ruimer voor kunnen staan. Ja, daarna zie je breed de bal van der Water en het wordt 1-1. En daarna weet het initiatief gewoon kwijtgeraakt. Wel wat kleine kansjes nog gecreëerd. Maar al met al denk ik dat Heracles 20 minuten na de rust zijn beste periode heeft gehad. En dan ook verdiend voorstond. Maar ze had het erg lastig tegen deze Duisburg. En zo weer een leerzaam moment voor deze trainer Frank Wormuth in aanloop naar de voetbalcompetitie in de Eredivisie die over 2 weken begint, dus met het thuisduel op Erva Asito in Almelo tegen ADO Den Haag. Voor de interviews naar aanleiding van dit duel verwijs ik u natuurlijk graag naar onze internetsite www.rtvo's.nl en naar onze social media kanalen. Het zit erop dus hier op Sportpark het Midden in Vriezenveen. Ik bedank Jan van Sta voor het deskundige co-commentaar. Graag gedaan. En ik wens u allen vanuit Vriezenveen, waar de duisternis heel langzaam in zal vallen, een hele prettige avond en bedankt voor het kijken.